Het is bevestigd. De supporters van Feyenoord zijn druk aan het bespreken over deze versterking. Ik zal je alle details van deze nieuwigheid brengen. Voor nu, controleer of je al geabonneerd bent op ons kanaal om geen enkele update van Feyenoord te missen. Er is nog een nieuwe aanwinst bevestigd. Dit nieuws werd gemeld door 1908 op Twitter en belooft de gemoederen in Rotterdam flink bezig te houden. Kostas Lamprou staat op het punt om de nieuwste aanwinst van de club te worden. De geruchten over de Griekse doelman deden al de ronde en nu lijkt alles naar een definitieve afronding van de deal te gaan. Volgens de berichten zal het contract met Lamprou vrijdag worden ondertekend. De doelman, die tussen 2013 en 2015 al het Feyenoord-shirt droeg, is enthousiast over de mogelijkheid om terug te keren naar het team. Het team in Rotterdam kan niet wachten om te profiteren van de vaardigheden en ervaring van Lamprou. Men verwacht dat de doelman zonder problemen door de medische keuring zal komen en zijn transfer zal afronden. Deze versterking belooft het team van Feyenoord nog krachtiger te maken voor het komende seizoen. Het team heeft er vertrouwen in dat het grote successen kan behalen. We zullen de ontwikkelingen rond deze transfer nauwlettend volgen en komen binnenkort terug met meer updates over Feyenoord. Vergeet niet om je abonnement op ons kanaal te bevestigen om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes over Feyenoord. Tot de volgende video.